Hoi en welkom bij FEM. Wij merken dat jullie heel veel vragen voor ons hadden, dus vandaag hebben we een Q&A. Eerste vraag, hoe kwam we op de naam FEM? We wilden natuurlijk iets, omdat het kanaal voor vrouwen is, dachten we van we willen iets wat een beetje vrouwelijkheid uitstraalt. En toen zaten we een beetje te spelen met het idee van feminine en daaruit is uiteindelijk FEM voortgekomen. Dus toen hebben we het kanaal FEM genoemd. Ja. De volgende vraag. Waarom spreken jullie het uit als FEM en niet als FAM op z'n Frans? Nou, we wilden gewoon iets aparts en toen dachten we, nou, dan doen we gewoon een afkorting van feminine. En toen kwam FEM daaruit en daarom wilden we het zo uitspreken en niet als FAM. En we hebben het altijd als FEM uitgesproken ook. Ja, dus. Ja, ja. Dus en blijf je ook doen. Ja, ja. Altijd. De volgende vraag, hoe is FEM ontstaan? Ja, eerst hadden we Marcia, maar dan is Charlotte het idee om samen een kanaal te maken met heel varieerde video's. En toen later dachten we van, hey, Jamie en Sharon was er ook al bij, dus het echt gewoon heel erg gevarieerd wordt. Ja. Fashion, lifestyle, beauty en dat allemaal in één keer. Alle leeftijden. Ja, alle leeftijden. Ja. En ook onderwerpen die we misschien niet zo snel op ons eigen kanaal zouden zetten. Heel divers. Ja. Wat serieus is. Er kwam een vraag binnen of ik iets in het Russisch kon zeggen en dat zij dat dan na zouden zeggen. Oké, okay, daar komt-ie. Ja, ochin lublu kosmetiku. Ja, ochin lublu kosmetiku. Ja, dat is goed. Ik hou heel erg van cosmetica. Oké, okay, wat is het favoriete item uit je tas die je nu bij hebt? Waar is mijn tas heen? Oh, geen geld. Nee, hij ziet dat. De portemonnee met geld, dat is de favoriete item. Nee, ik Oh. Ik wilde het zeggen. Mijn favoriet is mijn portemonnee, mijn Louis Vuitton portemonnee. Ja. Ben ik heel erg gek. Ik wil bijna een iPhone opladen, wakker, maar ik heb het niet. Dat is een goeie. Ik neem gewoon tas in tas mee voor een vriend van die ik heb gekocht. Altijd goed. Voor de heemtas. Ja, weet je. Oké, oké. Dat is pijnlijk. Mooi, dat komt later. Ja. Bij mij is het mijn Gin Vera BB Cream. Die is echt geweldig en het is een medium pak ervan. Dus die is echt onmisbaar in mijn tas. Heb je die nu op? Ja. Mooi. Ja, mooi. Mijn blond Amsterdam portemonnee met ijsjes en hij is roze en... Mijn favoriete parfum. En vooral nu voor de zomer is echt heel erg leuk. Een vraag die binnenkwam is, wat voor opleiding hebben jullie allemaal gedaan? Management assistant. Ik heb eerst gymnasium gedaan en ik doe nu corporate communicatie. Ik heb eerst HAVO gedaan en ik doe nu advanced business creation. En ik doe nu gewoon nog VWO, of nee? Ik heb VMBO gedaan, daarna onderwijsassistent, daarna SPH. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 22 jaar, ik ben 25, ik ben 19 en ik ben 14. En ik ben 27. Oeh, ik ben de oudste. Wie doet eigenlijk welk thema bij FEM? Beauty, lifestyle, alles dus. Ja, we doen dus eigenlijk allemaal van alles. En het is voor ons vooral een plek om ook te experimenteren met dingen die we niet zo snel op ons eigen kanaal zouden doen. Maar ja, een heel breed onderwerp voor vrouwen, alles. Wordt belangrijk. Yeah. Iedereen doet van alles. Het is niet zo dat iedereen iedere week bijvoorbeeld lifestyle doet. En nee. Het hele jaar door bijvoorbeeld. Het is gewoon altijd verschillend. Ja, het is er alweer een mix. En we hopen dat jullie dat heel leuk vinden. Ja. Ja. Nou, we hopen dat jullie het leuk vonden. We willen volgende keer een beauty Q&A doen. Dus stel je beautyvragen hieronder en dan zullen we weer als groep antwoord geven. En we zien jullie snel weer. Doeg! Doei! In de video van vandaag ga ik jullie wat studietips geven. En ik hoop dat deze tips ervoor gaan zorgen dat jullie je tentamens en je examens gewoon